de allereerste uitzending van het Harderwijkse Zaken Weekjournaal. Gerdien kan het haar nog goed herinneren. Samen met Tabitha vormen ze het presentatieduo. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van het Harderwijkse Zaken Weekjournaal. In een zelf omgebouwde studio vonden de allereerste opnames plaats. Een seizoen lang werd hier al het nieuws van de afgelopen week doorgenomen. Nieuw. Dames en heren, hartelijk welkom bij het Harderwijkse Zaken Weekjournaal. Met nee, sorry, die moet ik gewoon niet. Deze... Met een tijd van 1.34.08. Nou, en zeker. Toen filmmakers ging verhuizen naar een nieuw pand, verhuisde het Weekjournaal met ze mee. Dat betekende een upgrade. Het tweede seizoen startte in een prachtige nieuwe studio met een eigen desk en een nieuw gezicht, Irene. We ontvingen gasten aan de desk, die in sommige gevallen groots uitpakten. Bladblazers, heggenscharen. De gasten werden vervangen door een kijkje in de keuken bij het bedrijf zelf. Vele bedrijven hebben we mogen bezoeken. Bedankt. Ja, graag gedaan. Voor de tour. Lekker. Ik vond het leuk. Ik vond het maar ook heel lekker vooral. Ja. Met de opsteker van de week hebben we met een klein gebaar een hoop losgemaakt. Met een bloemetje werden mensen verrast en in het zonnetje gezet. Ik heb een verrassing voor u. Nou, ja, dat zie ik. Ja. Deze is voor u. Waar heb ik dat dan? Goedemiddag. En natuurlijk bleven we ook achter het nieuws aangaan. Nou, na een spannende avond is de voorlopige verkiezingsuitslag bekend. Dit is mijn ridderorde zelfs. Oh, ik vind het zo heerlijk. Ja? Ja. Kortom, veel mensen hebben we mogen ontmoeten en wat hebben we veel meegemaakt, waardoor geen uitzending hetzelfde was. Maar natuurlijk zijn er ook dingen die nooit veranderen. Tot volgende week. Tot ziens. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week.